Na de botsing is de dader de flat ingevlucht. Zijn auto miste op een haar na de gasleiding aan de buitenkant van het gebouw. Dit is de gasbuis. Dit zijn buizen ter bescherming van schade. Eén is helemaal omgebogen. De ander is finaal afgebroken door de klap. Frank Tolen werd wakker van het kabaal en voelde zich als bestuurder van de bewonersvereniging verantwoordelijk om polshoogte te nemen. Toen constateerde ik dat hij vermoedelijk bovenop de gasleiding stond. De gasleiding loopt daar vanuit de grond het gebouw in. En ja, ik was even bevreesd voor eventueel gas wat er zou kunnen ontsnappen, omdat die auto erop gereden was. Gelukkig wisten de paaltjes voor de gasleiding de klap op te vangen en bleef de schade beperkt. Toch was het voor de bewoners een bewogen nacht. Een hoop lawaai, politieauto's, een hoop lichten en sirenes. En nou ja, daar word je dan wakker van. Hè. En ik hoorde op een gegeven moment ook al een klap van een auto tegen de muur aan. Maar ik werd eigenlijk wakker van de sirenes van de politie en de hele hectiek eromheen. In en rondom de flat heeft de politie nog een tijd naar de dader gezocht, die een zeer opmerkelijke bagage achterliet. Toen zag ik dat de auto helemaal volgepakt was met grote balen met wietplanten in zakken met enorme afbeeldingen van bankbiljetten. Van de dader ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie is een onderzoek gestart.